Edwin, welkom. Dank je. We doen het op deze simpele manier. Je bent gewend, want je staat zo vaak op het podium tegenwoordig. Je moet me even uit de droom halen. Daar staat op jouw lijst cyclocross. Leg uit. Ik ken wielrennen. Ik ken mountainbiken. Even op zijn. En cyclocross, het oude veldrijden eigenlijk, zit daar eigenlijk precies tussenin. Dat is eigenlijk een bossport over de weilanden in de winter. Ja. En dan met een enigszins aangepaste wielrenfiets. Wedstrijdjes over een klein uur. Techniek speelt veel meer een rol als bij wielrennen. Tactiek speelt weer een mindere rol. Dus vaak wint de beste hetzelfde als met mountainbiken gelijk. Zo hoort het eigenlijk ook, hè, de beste wint. Ja, dat is mooi aan de sport. Aan de andere kant met schaken of iets dergelijks is het ook weer niet zo. En wielrennen is ook wel een beetje schaken wat dat betreft. Dus het lijkt wel eens ooit tot een profiteursport kan zijn, maar toch veel meer bij kijken om de tegenstanders te observeren en goed na te denken wat je doet. Ja. Nu zijn wij in Nederland en samen met België en nog wel andere landen, maar we zijn er natuurlijk niet slecht in. Hè? Op de weg gaat het op dit moment vrij aardig. We hebben wel een dipje gehad, maar god, we zijn er trots. Hè? In de tribune besteden we ook aandacht aan. Leontien van Moorsel met Michael, daar belichten we, is natuurlijk een oude heldin die nog steeds een klein beetje held is voor iedereen die fietst. Vooral van de vrouwelijke slag natuurlijk, maar toch, we zijn trots, we mogen ook trots zijn. Veldrijden, van de poelen al decennia lang, mogen we ook allemaal trots op zijn. En Edwin Raas, ik zie hem elk jaar weer voorbij komen op verschillende bladen, maar ja, volgens mij kwam jouw kwaliteit iets te laat naar boven. Dan moet je me even uitleggen. Jij bent een laadbloeier. Ik weet het niet. Ik heb wielrenner willen horen. Ik denk in de allerfoutste tijd die de wielergeschiedenis heeft gekend. Hoe die dan was? Zullen we echt lang geleden? Toen begon het misschien al. Maar ja, waarschijnlijk heeft het altijd wel gespeeld. Maar de tijden van Armstrong staan de mensen dichter bij in het geheugen. Ik moest vroeger, wilde ik beroepsrennen horen tegen mannen opknokken waar ik bestaan niet wist hoe harder een fiets kon worden. Terwijl ik toch ook drie keer per dag trainen als het moest. En, ik weet wel, in het begin van het seizoen won ik ooit een wedstrijd tegen de beste van de Benelux. En, iedereen had toen goed getraind en het seizoen begon pas net. En ik was gewoon echt in orde, dus ik win die wedstrijd tegen al die toppers. En, twee maanden later was het Nederlands kampioenschap en daar had ik nog meer op getraind. Maar die grote mannen natuurlijk ook. Ja. En op zijn wedstrijd word ik gewoon ineens op een ronde gezet. Dat is 20 minuten aan mijn broek. Ik wist zeker dat er iets niet klopte, maar ik kon er mijn vinger niet op leggen waar wat precies. En, wacht even. Jij duikt nu duidelijk op, daar komen we straks nog op, op middelen die de prestatie verhogen. Want jij zei van wat ik meemaak, waar we het volgens mij ook nu elke dag over hebben, zijn toch dingen die in jouw ogen op dat moment niet konden. Ja, absoluut. Nogmaals, ik had niet de ploeg of de begeleiding om daar mee te kunnen doen, dus ik heb nooit voor de keuze gestaan. Maar ik wist wel dat er iets niet klopte. Ik deed alles voor mijn sport en ik liet er alles voor en toch werkte van het kastje naar de muur fietste. Uiteindelijk komen dan de verhalen naar boven waarom het niet is gelukt. En dan heb je de keuze of je doet mee of je doet niet mee. Jij doet dus niet mee? Ik heb nooit meegedaan en daar ben ik nog steeds heel blij mee. En elke overwinning die ik zelf heb... Dan maak je mij niet wijs. Jawel, natuurlijk. Dat je er blij mee bent. Ik snap wat je bedoelt. Ik ben blij dat ik nog nooit aan mee heb gedaan. Ik ben nog steeds trots op alles wat ik heb gewonnen. Alleen het heeft mij wel veel verdriet gedaan en nog steeds stond ik nooit een eerlijke kans. Je hebt ooit een moment gehad en ik wil ook niet te lang bij stilstaan, want ik bedoel, het gaat om jou, het gaat om wielrennen, het gaat niet zozeer om stimuleren middelen, maar in jouw sport is het bijna toe gebruikelijk geweest dat daar al bestaat zijn werden afgemeten. Dus ik kan me niet voorstellen dat jij op een gegeven moment niet hebt gedacht van ja, potverdorie, misschien wel achteraf, hè. Stel ik had gewoon meegedaan.
met het merendeel van de mensen om jou heen die op een fiets zaten, ja, dan was jouw talent op hetzelfde niveau gebleven. Iedereen had namelijk die norm, die gestimuleerd werd door andere middelen dan hun eigen lichaam. En dat was de norm. Jij bleef steken op die andere norm. Veel cleaner, veel zuiverder, veel eerlijker. Maar dan bleef jij wel steken. Heb je nooit gedacht van, ja, potverdorie, wat zou er voor mij zijn geworden als ik nou wel had meegedaan? Nee, wel andersom. Wat zou er voor mij zijn geworden als de rest het niet had gedaan? Maar zelf heb ik nooit de wil gehad. Of... Ik denk ook niet dat elke wielrenner wil worden om vast te gaan spelen. Omdat... Ja. Dus in principe zijn wielrenners domme jongens op dat gebied, hoop ik. Mm-hmm. Je kan niet wielrenner worden omdat je van alles medisch onderlegd bent. Het zijn vaak de ploegleiders en trainers en die iemand een bepaalde kant op sturen. Op de sport, mm-hmm. En dan kan je, als je maar moe genoeg bent of diep genoeg zit, dan kan je daar mee gaan. Om zelf een voorbeeld te geven, ik heb zelf de Tour de France gefietst voor de mountainbikers. Dat was 10 dagen lang, 2 keer per dag, echt verschrikkelijke etappes. En net voordat de laatste etappe begon, ik werd huilend wakker, 's morgens al gewoon van de pijn en van de ellende. En toen kwam mijn ploegleider naar me toe en zei, jongen, wat wil jij? Ja, ik wil de finish halen, hoe dan ook, ik wil finishen. Ja. Maar mijn benen waren kapot en alles deed pijn. En toen heeft de ploegleider gezegd van, hier jongen, heb je 2 pilletjes pakken en koersen. En ja, je bent zo moe, je bent zo van de wereld af, dus zonder te vragen pak ik die 2 pilletjes en je begint te koersen. Nou had ik gelukkig een ploegleider die mij wel een beetje kon en die niks fout had gegeven. Die had mij gewoon 2 cafeïnetabletjes gegeven, dus daar was verder niks meer aan de hand. Maar voor hetzelfde geld geeft die ploegarts of ploegleider wel iets wat niet mag. En ja, dan had ik hier nou niet kunnen zitten met mijn grote mond van ik heb het nooit meegedaan. Ja. Het zijn niet altijd de wielrenners die de foute stap hebben gemaakt, maar ja, die heb je zeker ook wel bij. Jouw sport, cyclocross, dat doe je met liefde en plezier al heel lang, dat heb je nu ook gezegd, op een hoog niveau. Wat ik zo enorm in jou leer, is dat jij, we hebben net over normen gehad, daar wil ik het niet over hebben, ik wil het met name over prestaties hebben, dat jouw prestatieniveau ook bijna blijft hangen op dat hoge niveau. En dat al 12, 13, 15 jaar lang? Ja, dat hoe doe jij dat? Punt 1, door er heel veel plezier in te blijven hebben. Plezier in de koersen, plezier in het trainen, plezier in het samen zijn bij de wedstrijden. Dat is het allerbelangrijkste. Daardoor, omdat ik al zo lang fiets, ik denk dat ik nu 30 jaar al wedstrijden fiets, je bouwt elk jaar ook wel weer iets op. En je leert over je eigen kennen, je leert de ploegentactieken te kennen, de wedstrijdtactieken te kennen. Dus wat dat betreft heeft de sport weinig geheimen nog voor mij. Hoe ontkom jij aan het ouder worden en daardoor daarmee bijna per definitie dat je terugvalt in het besteden? Moet je dan toch gaan trainen? Of? Zie je dat dan? Bij mij slaat de ouderdom ook al toe en ik kan zeker niet meer wat 10 jaar geleden kon. Alleen, jouw prestaties die staan hier gewoon. Ja, maar ik heb het geluk dat ik ook mag koersen in een eigen leeftijdscategorie. Dus we worden allemaal wat ouder en wat minder. En, Die jij dus tegen bent gekomen in het begin van jouw carrière, en Erik Dekker kennen we nu allemaal. En even in raads kennen we overal hier in de regio. Mag ik dat vergelijk zo maken? Zonder dat jij daar misschien een oordeel over hebt, maar heb ik dan Ik heb er wel mijn gedachten over, absoluut. En, we kennen meer renners uit die periode. Michael Bogert, noem die jongens maar op, die hebben gelukkig allemaal bekend. Er zijn erbij die niks zeggen en die zwijgen over het verleden. En, dat is jammer, zeker omdat je er elke week tegen moet koersen. En, ik heb liever tot de waarheid naar boven komt. En, al word ik daar nou niet beter van, maar het geeft wel weer een geruststelling over het verleden in, absoluut. Als je nu kijkt naar jouw prestaties, die spreken voor zich. Hè. Je bent 10 keer Europees kampioen, wereldkampioen. Welke titel wil jij nu nog halen? Even afgezien van de leeftijdscategorie, waarvan je zegt, ja, potverdorie, dat is nog wel een streven. Dat is voor mij wel een doel. Ja, de wereldtitel blijft natuurlijk het allerhoogste, absoluut. En, ik heb het eer gehad om die 3 keer te mogen winnen op het hoogste amateurniveau. Ja.
Maar ik moet zeggen, ik ben vorig jaar dan Europees kampioen geworden in Tabor, voor Erik Dekker. Daar heb ik toch wel een heel mooi shirtje aan overgehouden. En mijn shirtsponsor Balans, die heeft echt een geweldig mooi pakje voor me gemaakt erin. En, ja, ik ben ontzettend trots om daarin te mogen rijden. Komend seizoen is het Europees kampioenschap in Nederland. In Rosmalen. En ja, daar heb ik toch wel. Dat zou ik toch wel heel graag nog een keer willen verlengen, die titel. Als je nu kijkt naar de tegenstander die je op dit moment hebt, zitten daar nog steeds dan namen bij? Erik Dekker noemde je net, die wij kennen van een glorierijk verleden op de weg of op het veld, wat dan ook. Die zegt, ja, die staan nu met mij aan de start. Ja, er staan eigenlijk behoorlijk wat oude beroepsrenners aan de start. Erik Dekker is wel de bekendste naam, hè. Die heeft ook wel de meeste gewonnen in het verleden. Dus zeker geen vrouwenjongen geweest in het verleden. Maarten Eiland, Arne Dalemans, ze zijn ook wel serieuze beroepsrenners geweest vroeger in de tijd. Ook veel Belgen dan op dat? Ja, absoluut. Ja. Ja. Vooral eigenlijk de Belgen die nog heel gedreven zijn op oude leeftijd. Dus, maar leuke jongens en goede tegenstanders. En, ik mag me trots noemen tot ik in dat rijtje als favoriete mee zit. Nou, dat zijn we met jou. Want ja, we hadden jou hier niet voor niets als regionale held naar deze tafel. Je zit daar alleen maar helden, trouwens. En dan praat ik niet over mezelf, maar mensen waar ik van spreek. Als je nu kijkt naar wat jij hebt gedaan, wat jij erover hebt gehad, je kijkt naar de jeugd. Volgens mij is er ook niets mis mee. Maar, op cyclocrossniveau, dan vergeten we even van de boel. Uitzonderlijk talent, uitzonderlijk succesvol nu al. Als je kijkt naar de regio, heb jij er iets mee? Ben jij betrokken bij opleiding, begeleiding, een voorpresentatie, iets in de regio waar je zegt, ja, potverdorie, hier zitten wel degelijk potentiële opvolgers van het Raad. Ik ben er eigenlijk te weinig mee bezig. Ik hou de uitslagen natuurlijk wel een beetje in de gaten, maar ik heb een eigen bedrijfje als fietsenmaker, daar gaat veel tijd. Daar weet je wel van. Ja. Om zelf nog te presteren moet ik veel trainen, de wedstrijden zelf, daar gaat veel tijd in zitten. En ik zou op zich ook wel graag trainer willen worden of ploegleider. Ja, is dat wel een ambitie die... Nou ja, absoluut. Dat zou ik heel graag doen. Ik heb natuurlijk veel ervaring opgebouwd en die zou ik graag willen delen. Ja. Maar als ik dat doe, dan zou ik het goed willen doen. En dat zou ook weer heel veel tijd kosten. Dus dat zit nog in de ijskast tot ik zelf een keer gestopt ben met actief sport. Maar daar zeg ik iets. Wanneer stop jij? Want ik bedoel, volgens mij, de pensioenleeftijd ligt nu op 66 of 67, dacht ik. Maar volgens mij fiets je dan ook. Ja, ik mag het open. Ik ben twee weken geleden met spoed opgenomen geweest in het ziekenhuis met vermeende hartproblemen. Gelukkig was er niks aan de hand, maar ik moest echt met spoed er naartoe. En ze wilden me eigenlijk opkomen halen met de ambulance. Ik zeg, nee, ik kom zelf wel van het ziekenhuis. Nee, ik wilde wel met een auto, maar ze verklaren me voor gek. Nee, we gaan je ophalen. En over drie kwartier ben ik bij jullie. Dus ik kom daar aan en waarom heeft dat zo lang geduurd? Ik zeg, ja, ik moest eerst mijn fiets nog in de auto leggen, want ik heb daar om 3 uur moet ik starten voor een wedstrijd. Dus dat geeft eigenlijk al de gedrevenheid aan die ik nog steeds heb. En als ik geen zin meer heb of ik vind het niet meer leuk, dan stop ik ermee. Maar zolang ik nog plezier heb, ga ik lekker door. Om af te sluiten, toch een klein beetje vooruitkijken naar die ambitie om dan een trainer of een coach of een begeleider of zo te worden. Dat is een koppige vraag, maar toch vind ik wel heel erg belangrijk, zeker met iemand van de status die als jij hebt. Wat zou jij mensen, stel je kunt een ploeg samenstellen van jonge wielrenners, wielrensters, die in jouw categorie van fietsen zouden willen gaan stappen. Wat zou jij die mee willen geven? Wij zeggen steeds de wereld is zo veranderd, hè? De jeugd is natuurlijk totaal verdocht, noem het maar op, waar we allemaal mee komen. Het is natuurlijk allemaal anders. Maar wat geef je nou jeugd mee die zegt ambitieus te zijn en die zegt bijvoorbeeld in jouw voetsporen te willen treden? Wat zou je die mee willen geven? Welke mensen zouden in jouw ploeg passen? Vooral de jongens die het echt plezier uitdragen. En wat ik veel zie bij jeugdrennetjes, dat ze al hele dure fietsen hebben, hele dure wielen hebben, waar ik zelf jaloers op ben. Daar steekt ze veel te veel energie in. En dat is eigenlijk zonde, want die jongens die kunnen qua materiaal nooit meer vooruit. Die hebben al het beste waar de beroepsrenners mee rondrijden.
Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over plezier met fietsen. Al is dat een omafiets of een bakfiets, het fietsen moet leuk kunnen zijn. En niet het pronken met materiaal. Ik denk wel dat dat een van de punten is wat mij op een moment eigenlijk het meeste stoort in het jeugdwielrennen. Ik kan niet anders dan jou ontzettend veel succes wensen. En dat wereldkampioenschap, dat voel ik nu wel aankomen. Het Europees kampioenschap in Rosmalen sowieso. Weer voor, minimaal voor Erik Dekker natuurlijk. Vind ik toch. Maar je bent ontzettend ambitieus. Je zit vol passie. En dat willen we heel erg graag. In ons sportblad willen we dat ook heel erg graag vormgeven. Is ons weer gelukt. Aan deze tafel hartelijk dank en ontzettend veel succes. Dank je wel. Je bent een druk bezet man, volgens mij moet dat ook in jouw functie. Je moet op tijd ergens zijn, je moet weer op tijd weg, je moet vroeg opstaan, laat, naar bed, noem het al die dingen maar op. Helmond Sport staat jou nu bovenaan op het lijstje, dat stond het als ooit, maar dan een totaal andere functie volgens mij. En de laatste twee, drie weken, Leon, lees ik alleen maar Helmond Sport en Leon houdt een shirtje omhoog en begroet nieuwe bestuursleden, neemt afscheid van andere mensen, er worden contracten getekend. Jij bent een druk bezet man. Ja, gelukkig wel. We zijn volop in beweging, zoals we dan zo mooi zeggen. En er is heel veel te doen. En ik ben iemand die wil leren van datgene wat gebeurd is. Maar vooral ook kijken naar de toekomst. En ook datgene doen met heel veel mensen. Hè. Dus je spitst het even heel mij. En ik heb een bepaalde rol gekregen bij Helmond Sport. En die vind ik heel erg gaaf. Want als je kijkt, de film 15 jaar terug speelt, dan is dat iets heel vreemds zo waar gebeurd is bij Helmond Sport. En tegelijkertijd, als je de film 5 jaar vooruit speelt, dan zou het iets heel raars gebeuren. Ja. Maar heel veel mensen zijn druk momenteel bij ons en dat is alleen maar goed. Bedankt voor je. Is jou bij jouw aantreden, of in ieder geval bij de eerste gesprekken, duidelijk gemaakt wat jou te wachten staat, wat jouw taak is, wat jouw doel is voor de eerstkomende periode? Is dat helder aan jou uitgelegd? Heb jij daar, ik weet niet of ik het mag vertellen, maar is daar een duidelijk tick de box van een doel voor Leon Vlemmings als algemeen directeur van Helmond Sport duidelijk gemaakt voor Leon? Volgend jaar, over 3 jaar, over 5 jaar, dan staat Helmond Sport als club en als organiserende voetbalclub in het Helmondse op dit niveau. Is dat jou duidelijk gemaakt? Want voor mij is het helder. Dan ben ik benieuwd wat het dan is. Nou, zal ik het jou vertellen? Ja. Helmond Sport moet opnieuw op de kaart, oftewel zoals enkele jaren geleden, weer meedoen met de nacompetitie, sportief gezien. Helmond Sport moet af van het oude stadion, nou, dat is allemaal geregeld. Helmond Sport moet doorbijten, daar waar het kan, op historisch, maar vooral op bestuurlijk niveau. En Helmond Sport moet volgens mij weer opnieuw de trots worden van de regio. En dan vergeet ik heel veel dingen. Maar. Nou, je voelt inderdaad de dingen heel erg goed. Vanuit mijn mond gesproken is. Ik heb heel uitvoerig met de bestuursleden gesproken. Ik denk dat het goed is als je een rol gaat spelen, dat je dat gewoon heel serieus doet en wat kun je van elkaar verwachten. Niet alleen in goede tijden, want dan fietst iedereen gewoon mee in een team of in een organisatie of in een voetbalclub. Maar zeker als het minder gaat, hè, dan heb ik gemerkt in de 70 jaar de voetballerij. En die periode die hebben we nu, hè, als we het hebben over een aantal makenjaren en vette jaren. Nou, we zijn de makenjaren, maar bijvoorbeeld hebben we nu gehad. Maar dat is jou duidelijk. Daarom is mijn vraag ook. Ja, jij geeft dat natuurlijk op jouw eigen manier. Dus dat hoor je ook te doen, denk ik, als dat niet weet je. Jouw eigen draai aan. Met het doel. Ja, zeker. Alleen, kijk, waar we vooral over hebben gesproken is, dat vond ik heel erg verrassend. Dus wij vroegen aan tafel te komen om directeur te worden van een mooie voetbalclub. Waar mijn, ja, ik kom hier uit Gimmer, zo'n raad is gezegd. Ja. En ik heb in 85 kwam ik hier voetbal als rookie. Toen ze mij vroegen, heb ik eerst eens even goed mijn werk gedaan en even 15 jaar teruggespoeld. Je hebt geen toekomst zonder dat je heel erg weet wat de club voor je stond. Historisch belangrijk, ja. Dat is echt heel erg belangrijk. En als je dan kijkt vanuit 2003 tot 2013. Dan heeft Helmond Sport 9 keer van de 11 jaar na competitie gespeeld, met 6e geëindigd, ook boven in de Jupiler League gespeeld.
Gemiddeld 3200 toeschouwers. En ja, de laatste 5 jaar staat ik haaks op die prestaties. En dat is natuurlijk wel heel apart, dus dat vond ik interessant van waar zit dat in? Dus ik heb daarop doorgevraagd. En daar ben jij helemaal achter nu? Nou, het belangrijkste, er zijn heel veel dingen die we hebben besproken, maar het belangrijkste is wel dat men vond, en het bestuur vond, dat Hendels Sport is een voetbalclub. En dat is wel belangrijk om vast te stellen dat het zo is. En dat betekent ook dat de voetballer echt gewoon centraal moet staan. De mensen komen naar het stadion omdat ze iets met Helmond hebben, met Hendels Sport hebben en daar ook wel voetbal willen zien. En dat lijkt heel erg eenvoudig om dat te zeggen, maar dat betekent als je dat centraal stelt, dan kun je dat ook gewoon continu als leidend nemen in al je beslissingen die je vervolgens neemt. Dat betekent ook dat met een directeur zorgt. Ja, geen probleem. Met een directeur zorgt die ook een voetbalachtergrond had bij de mensen, de kwaliteiten, en die dat ook zeker continu bewaart. Voetbal staat op 1. En daarnaast daar zijn er een aantal andere zaken die heel erg belangrijk zijn. Eigenlijk voeren wij dezelfde discussie eigenlijk, ik ben er zeer klein bezig, die in Amsterdam destijds ook al werd gevoerd door Cruijff. Voetbal moet terug in een voetbalorganisatie. De voetbalorganisatie is geen organisatie voor alleen maar bestuur. Nogmaals, vitaliseren. Nou ja, kijk, er gebeurt bij heel veel voetbalclubs, zeker op niveau van jupiler, dan wordt er een directeur wordt er aangesteld, die stelt het platform, maar dan geeft heel duidelijk weer hoe het er zelf naar kijkt en wat men als bestuur daarnaar zorgt. Dus wordt een directeur aangesteld, die is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles. Ja. Je hebt er maar één nodig, je moet de organisatie nooit te veel van bovenaf voor die jongens neerzetten. Het gaat vooral om mensen op de werkvloer en bij ons is dat gewoon op het voetbalveld, dat is het allerbelangrijkste. Nou ja, en dat betekent ook dat dan de directeur gewoon ook die trainer eigenlijk helpt en faciliteert. En er is voor hem om te kijken wat hij kan doen om die trainer goed te laten functioneren in het elftal. En eigenlijk ook om die trainer weer te helpen naar, ook naar de volgende stap. Het feit dat ze nu ook een algemene directeur binnen hebben gehaald die ook verstand van voetbal heeft. Ben je dan ook een klein beetje de technisch directeur? Helmond Sport is natuurlijk geen grote organisatie zoals de hele grote clubs die daar speciale mensen voor hebben die geld verdienen. Maar ben jij dat ook een klein beetje? Dus ga jij ook bemoeien met, niet zozeer de opstelling, maar wel met de keuze van de trainer en de richting die Helmond Sport dan op wil? Zeker. Maar wat ik net zei, hè, alleen deze vraag, en ik snap jouw vraag, maar als je een voetbalclub bent en er is één directeur, dan is het logisch dat hij voetbal centraal stelt. En voetbal is dan voetbal, dus dat is de core business. Ja. Daar hoort financiën bij, hoort organisatie bij, hoort veiligheid bij, allerlei takken. Zonder voetbal geen andere sport, wil ze zeggen. Nee, en dat valt dus allemaal onder, in dit geval ben ik dat dan. Alleen dat doe je niet alleen, dat kun je ook niet alleen. Dat betekent ook dat ik op technisch vlak heel snel eigenlijk een klein beetje geprofessionaliseerd om dingen samen te doen. Dus ik heb nu Nicole, die is technisch adviseur, voor mijn komst. En Erik Klinkers hoofdscout. Wij met z'n drieën vormen een soort van groepje. En eigenlijk het beslissingsorgaan op basis van als het voetbal is, dan nemen wij daar met z'n drieën. En de trainer, die betekent dat die daar aansluit, is eigenlijk de nummer 4. Oké. Waar ik mee begon is, en wat we ook hebben geschreven, Sportcafé, wat is er wel of niet mis met Hendelsport? Er is natuurlijk niks mis. Er zijn heel veel dingen veranderd. Zoals in elke organisatie die een nieuwe impuls kan gebruiken, omdat je sportief natuurlijk niet datgene doet waar je voor wil gaan. Wat ik ook zei, is dat er binnen een paar weken ontzettend veel dingen zijn gebeurd. De directeur gaat eruit, jij wordt aangesteld. Perfect, prima. Het bestuur wordt aangevuld, Frans Tiene gaat weg ergens en komt er bij het bestuur. Twee jaar geleden volgens mij, of 2,5 jaar geleden, je mag me verbeteren, is men gestopt met jeugdvoetbal. Vorig jaar zijn we begonnen met het opleiden van jeugd. Dat is een samenwerking nu met NAC. Het merendeel van wat ik nu zeg, wat er allemaal gebeurd is, daar was jij al bij betrokken. En je bent pas koud een paar weken bezig. Dus er komt nog wat op je af. Ja, er moet wel gas worden gegeven. Dat geldt niet alleen voor mij, maar iedereen in de organisatie. Als je mee gaat doen bij ons, we hebben een geweldige toekomst voor ons. Voor je het weet sta je in dat nieuwe stadion. En dan kunnen we echt iets heel gaafs betekenen met het onderwijs, met de gezondheidszorg, wij vanuit sport. En het bedrijfsleven kan wel worden gekoppeld. Dan kun je echt iets betekenen, niet alleen maar voor
voor voetbal, maar ook voor ja, allerlei andere zaken voor de regio helpen. Ja. En ik ben nu 2 maanden aan de gang. En er is inderdaad heel veel gebeurd, er is heel veel werk verzet. En dat moet ook, omdat wij willen niet meer datgene wat de laatste 5 jaar is gebeurd. Wij moeten vooruit en we moeten in eerste instantie zorgen dat die prestaties dat die worden verbeterd. En als je dan in eerste instantie kijkt naar het elftal, hoe kun je ervoor zorgen dat het elftal beter gaat presteren? Dan zijn er eigenlijk 2 lijnen in het voetballen die daar aan gaan. 1 is scouting, 1 je netwerk. Maar het moet eigenlijk zo zijn dat elke speler die binnenkomt, die moet je eigenlijk zelf hebben gezien. Dat lijkt heel eenvoudig, maar... Doe je dat samen met Louis of met meneer Erik Link, met Louis en nog een aantal scouts. Dat is 1. En 2 is, om dat elftal versterken, normaal gesproken die jeugdopleiding. Nou, die is een aantal jaren geleden afgeschaft. Dat is jammer, want ze hebben beslissing geweest ook voordat dit was. Maar dat betekent eigenlijk vanuit de jeugdopleiding dat je de komende jaren daar niet direct een speler kunt laten doorstromen. Zoals nu momenteel Zwanen zeg maar aan doet. Hebben we gekeken naar hoe kunnen we nou vanuit dingen samen doen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je een andere lijn bewandelt om dat elftal te versterken. En dan ga je om je heen kijken. Dan kun je gaan samenwerken met een andere BVO. Die wat hoger staat dan wij staan. Nou, en dat is NAC geworden. En dat betekent dat wij baas blijven in eigen buik. Maar we kunnen heel goed met elkaar samenwerken, waardoor waar supporters gaan kijken, is welke spelers komen er dan. Daar zijn nu de komende periode komen er een paar spelers, 2 en wat ook nog meer. In hoeverre rijdt dat in de wielen van jullie scouting? Ik bedoel, want ja, die hoef je niet te scouten, die zijn al gescout. Maar normaal gesproken kom je niet aan die spelers. En normaal gesproken zou dat spelers zijn die vanuit je jeugdopleiding erin. Maar overstijgt het dan de scouting? Ik snap het. Bedoel, het zijn talentvolle jongens. En dan zit je niet bij de opleiding bij NAC. Maar dan lever je een paar scouting natuurlijk wel in. Oftewel, lever je in de zin van, nou, we hoeven nog geen 7 scouten. Maar nog maar 5, want dan komen we even naar. Kan ik het zo simpel vertalen? Nee, want die jongens van NAC, die moet je ook hebben gescout. Die zijn er dan wel, maar wij moeten ook zelf zien of dat we die spelers ook op de posities, zeg maar, kunnen invullen. Waar we posities nodig hebben. Ja. En dan moeten we ook toch een mening volgen van die spelers die van NAC zijn. Maar ook heel, je kunt ook voorstellen dat we ook kunnen samenwerken met NAC als Erik Klink bijvoorbeeld naar België gaat kijken van een speler van ons, dan is hij daar toch. En dan kan hij ook door de bril van NAC kijken. Dan hoeft niet de scout van NAC daar naartoe te gaan, maar dan kan gewoon Erik ook voor hun door de bril van NAC. Dus de samenwerking gaat verder dan alleen maar de NAC-talenten de kans te geven om in de Jupiler League zeg maar, te laten zien wat ze kunnen. Die gaat veel verder, die samenwerking. Ja, die gaat veel verder en NAC werkt samen met Manchester City. Nou, dan denk heel veel mensen, ja, City is een koopclub, is het heel veel. Ja, sport Manchester City, ik zie het helemaal zeggen. Nee, maar City wordt al vaak gezien als een hele club die alleen maar geld strooit. Dat is niet zo, want NAC wordt ook ondersteund door City, ook financieel gezien, om ervoor te zorgen dat ze goede voorwaarden creëren om te presteren en talenten te ontwikkelen. En er komt soms ook eens een psycholoog of een voetdeskundige of een trainer van City over om daar NAC te ondersteunen en kennis te delen. Zou de theorie kunnen dat er een jong talent bij Helmersport komt voetballen, die wij dadelijk in de Premier League bij City zien voetballen? Zou het kunnen? Het sport moet je in dromen. Hij zegt het gewoon weer, ja. Nou, dit is natuurlijk wel heel extreem. Je moet als in sport, in welke functie dan ook, volgens mij in het leven ook, moet je een bepaalde droom hebben. Bijvoorbeeld was het wat... die is straks verteld. Ja. Maar een droom is niet genoeg. Je moet ook vervolgens terugbrengen naar vandaag. En wat het dan vandaag betekent om mooi iets mooi te maken, zeg ik altijd. Dus you never know. Nou, over 2 jaar kan dan ongeveer aan het sport. En dan gaat het tegen nachtvoetbal. Ja, dat zou zomaar kunnen als je nu kijkt wat voor ploegen de Eredivisie zijn doorgestroomd. Als je dit seizoen 10e. Als je 10e eindigt, dan voor je het zit je in 1 keer voor de play-offs te spelen. Komend jaar is dat meer uitdaging met al die ploegen die erin zitten. Maar je moet ook gewoon lef hebben en beginnen. Wat ik mooi vind aan deze regio, en dat is in Gimbert eigenlijk hetzelfde, maar Helmond eigenlijk nog iets meer. Die
gewoon geen flauwekul. En ze zeggen bij Helmond, zeggen ze, grote school geen schrik. En dat is wel iets wat ik heel erg mag. Ik woon in Barendrecht, we zijn toen vandaag nog verder mee gegaan. We hebben een huis gekocht in, wat je een stip op ging naar Barendrecht toe. Maar Rotterdammers zijn eigenlijk een beetje zelf. Ja. Ja, en die mentaliteit mag je dat. Oké. Als laatste, toch ook richting de toekomst en de organisatie op de Braak. Daar ben je ook mee geconfronteerd. Ja, volgens mij in een mooier bed, misschien niet zozeer een beter bed, maar een mooier bed kun je niet terechtkomen. Alhoewel, dat er nog geen steen is gelegd. Hoe zie jij die ontwikkeling met een nieuw stadion? Dus jij zegt heel trots en terecht ook wel, samenwerken met scholen. Ik geloof daarin en ik hoop daarop. Maar of het echt ziet gebeuren, ik weet het niet. Nou, misschien is het wel leuk. Ik heb hier een vrijkaart. Ja, inderdaad. Het is een kaartje. En we hebben het laten maken. En er staat op het logo van Helmond Sport. En er staat niet op Helmond Sport, maar er staat op Helmond in beweging. Er staat ook onder samenwerken en verbinden. En dit is daadwerkelijk een kaartje voor, noem dat de wedstrijd van de toekomst. Ja. Dus de eerste wedstrijd in dat nieuwe stadion. Dat is een beetje een knipoog. Eigenlijk ook niet. Knipoog, ook leuk. Knippenberg. Ja, die heb jij heel snel naar binnen getikt. Maar het geeft eigenlijk een beetje aan dat, en dat doe ik continu, van in de organisaties of van buiten. Ik ben overal de laatste 2 maanden geweest, heel veel mensen gesproken. Ja. En eigenlijk zegt van, joh, dit is de uitnodiging voor het in het nieuwe stadion in die eerste wedstrijd. Die geven wij gratis. Die geven wij gratis. Wij zijn de gastheer als de speler van het stadion. En op de achterkant staan heel veel partijen die uiteindelijk dat met elkaar gaan doen om echt iets gaafs te doen voor Helmond. Op gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, sport, onderwijs en heel veel verbindingen te leggen. En dit is eigenlijk wel het allermooiste waarvan ik vond dat ik deze rol wilde gaan nemen. Omdat met dit kaartje, en als je hem aanneemt, vraag ik ook aan jou alsjeblieft, en ga je mee op reis, want we gaan er eigenlijk nu vanaf nu al mee even start om daar naartoe te gaan. En als we dit doen, als Helmond Sport, als gastheer, de verbindende rol gaat nemen om met elkaar, niet alleen maar in het voetbal, maar op allerlei dingen iets moois te gaan betekenen, ja, dan ontstaan er heel veel ideeën, en ontstaat er heel veel energie. En dan gaan wij niet zeggen van, het moet zo, juist niet. Wij moeten juist die verbindende rol pakken en denk eens mee. Wat kunnen wij nou betekenen voor ouderen? Wat kunnen wij betekenen voor jeugd? Wat kunnen we betekenen voor moeilijke groepen die het moeilijk hebben? En Helmond Sport zal daar absoluut initiatief in nemen. En wat zo mooi is aan dat kaartje, vind ik zelf. Het gaat uiteindelijk, als je mensen beweging wilt krijgen, dan gaat het om een verhaal. Een verhaal dat je vertelt, waar mensen in geloven. En waar ze denken van, wauw, als dat gaat gebeuren over 5 jaar. Als we dat kunnen doen voor al die partijen. En dat kaartje, daar staat de Frans Tiene, stond dat in zijn kantoor. En wat er aan gebeurt, dan komt iemand anders bij Frans Tiene in zijn kantoor, om dat te volgen. Ja. En die ziet dat kaartje voor ons hangen. En vervolgens gaat het verhaal zich, vertelt Frans Tiene dat weer door, et cetera, et cetera. En dat is heel erg belangrijk voor Helmond Sport. Maar ook wat wij willen betekenen voor deze regio. Je bent gepassioneerd, je bent bevlogen. Ik meende ook nog dat je redelijk bescheiden was, maar dat heb je al lang van je, en terecht. Je hoeft helemaal niet bescheiden te zijn. Je bent directeur van een mooie club, die het volgens mij ook heel ver zou moeten schoppen en een keer herhalen wat we in de jaren 80 nog een keer hebben bereikt. De Eredivisie is helemaal niet zo heel erg belangrijk, maar die trots die moet gewoon terug. Schrik hebben we sowieso niet. Dat weet jij ook als Gemeentenaar. Ik bedoel, die jongens doen het uitstekend elk jaar weer. Dus ja, ik zou zeggen, de wereld ligt voor Helmond Sport open. Maar zeker ook voor jou, dat is een uitdaging genoeg. Met passie en met lef, met ballen, komen we een heel eind. Jij ook. Ja, met name wat je zegt, lef en met ballen. Voetbal. Ja, dat is wel belangrijk, omdat persoonlijk heb ik altijd wel uitdagingen gezocht en ik ben ook nooit bang geweest om fouten te maken. Omdat het gaat nooit in één lijn, gaat het gewoon naar succes. Het is ook een weg, een reis, letterlijke reis, het vallen en opstaan. En als je geen lef hebt en niet bevlogen bent,
en niet fouten durft te maken en op fouten durft te geven, ja, dan gebeurt er helemaal niks. En dat is iets wat ik juist in de organisatie enorm bovenaan belaag. We gaan jou met gepaste kritiek en trots gaan we je voorbeelden. Heel veel succes. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Atletiek, voeg naar een kor. Ja, ik ben best begonnen. Ik zeg, ja, maar wat deed ze dan? Ja, atletiek. Lekker. Zevenkamp. Nou, dat bijna atletiek. Dat Top. Is voor een dame het meeste wat je kunt doen. Dus okay. Voor heren is dat de tienkamp en voor dames is dat de zevenkamp. Dus dat is waar Daphne ooit is begonnen en waar ik ben geëindigd, helaas. Atletiek, dat doe je al van jeugd af aan. Ja. Heel erg belangrijk voor jouw carrière. Ik bedoel, iedereen maakt een carrière door, hè? Ook in sport. Je bent dan helaas moeten afhaken met een blessure, zoals ook zoveel. Was je talentvol? Vond je zelf, mag ik je wel zeggen? Ik denk op het moment dat ik, als ik echt de gelegenheid had om door te gaan, dan denk ik dat ik wel een leuk resultaat had kunnen boeken. Okay. Ik stond op het punt om echt wat verder te gaan dan de regionale sport. Ja. Maar helaas, dus net voordat ik... Ik vond het een klein beetje raar. Ja. Ik weet niet of we daar iets aan... Maar praat gerust wel. Maar net voor het moment dat ik eigenlijk verder kon gaan, knapte mijn rechterknie. En was het helaas voorgoed voorbij. Ja, dat moet ik niet doen. Hè? Dat is niet zo'n goed idee. Nee. Okay. Dan besluit je op een gegeven moment of je wordt ervoor gevraagd of je rol er zo in. Dan ga ik de tijd vooruit. Dan word ik direct betrokken bij HAC. Helmond Sportclub. Ja. En dan wordt je gevraagd als voorzitter. Of je wordt ervoor gekozen, je wordt ervoor aangewezen. In ieder geval, je wordt ervoor benaderd en die zegt ja. Ja, het is wel iets anders verlopen. Ik heb gekozen om secretaris te worden van de vereniging. We moeten even de grote wissel doen. Daar ben ik echt voor gekozen. Daar heb ik een jaar of drie geleden heb ik ook echt een volmondig ja tegen gezegd. En in de loop der tijd gebeuren er zaken. Ja, goed, een deel daarvan hebben we mensen hier in Helmond kunnen volgen. Cor van den Burgt, onze toenmalige voorzitter, is op een gegeven moment verder gegaan in de politiek, in de regionale politiek hier. En heeft op een gegeven moment ook gewoon moeten besluiten van ja, dat kan ik niet meer combineren met mijn functie als voorzitter. En in goed overleg hebben wij toen met z'n allen besloten van nou oké, Cor moet snel kunnen stoppen. Dat was ook voor zijn politieke carrière was dat beter. En ja, dan heb je niet de gelegenheid om even lang na te denken over opvolgend werkgeverschap, zoals je dat zo mooi zegt, maar ja, moesten we een keuze maken om iemand te kiezen vanuit het bestaande bestuur. Maar je hebt er geen spijt over? Nee, ik heb er geen spijt van, maar wat ik wel opmerk is dat het een pittige klus is. Hè? En voorzitter zijn van een grote vereniging, ik ben een moeder en ik ben fulltime werkzaam en dan is het af en toe best eventjes schipperen met de tijd, zeg ik dan. Kan ja. Zullen we even wisten? Ja, laten we vooral wisten. Dat brengt nog een sterren naar. Nu ben je die voorzitter. Jij zegt van het is best een pittige klus. We hebben ook in de tribune hebben we ook een onze Daan? Juist. Hebben we Daan ook geportretteerd. Ja. En het ging niet zozeer om Daan, maar hij is een van de mensen die in de tribune een verhaal vertelt over hoe hij op dit moment atletiek beleeft. En ook is aan jou de vraag van wat stelt de atletiek in de regio voor? Ik heb dan de neiging, en dat heb ik ook geschreven in de aanhef van dit, vooral om de discussie natuurlijk aan te gaan, het kan veel beter. En jij hebt ook wel zoiets gezegd van ja, er zijn ook zeker dingen die beter kunnen, waar niet. Dan moet je dat eens even uitleggen. Daar waar in de regio, want HAC is gelukkig niet de enige vereniging die atletiek bedrijft op een aardig niveau, waar kan het beter? We hadden zoveel talenten. Ja, we hadden zoveel talenten. Hebben we nog steeds. Waar zijn ze? Ik kan je vertellen dat wij zojuist weer een Nederlands kampioen hebben afgeleverd. Afgelopen weekend Nederlands kampioen geworden op de 400 meter, waar we heel erg trots op zijn. Dus het kan nog steeds. Ja.
Ja. Dat doet weer een beetje gek, maar goed, ik negeer het gewoon even. Ik denk dat het altijd beter kan. Ik denk dat het altijd beter moet. Als vereniging moet je ambities houden en hebben. Deels daar kun je daar zelf iets aan doen. Deels ben je dan ook voor omgevingsfactoren afhankelijk. Ik denk dat we in de afgelopen jaren ook al een beetje te maken hebben gehad met omgevingsfactoren. Misschien onszelf daar ook een klein beetje... Dat moet je even uitleggen. De omgevingsfactoren in welke zin? Nou, ik denk dat je als vereniging, maar dat zie je in de regio, maar in verenigingen om ons heen, zie je dat natuurlijk wel vaker gebeuren. Je kunt twee dingen doen als vereniging. Je kunt in de slachtofferrol gaan zitten en denken van, ja, poeh, het is ook allemaal zo lastig. Mensen zijn hier zo betrokken bij verenigingen, mensen zijn hier realistischer geworden. Zeker met een sport van, als atletiek, ja, ja. Wat nog een stuk individualistischer is dan bijvoorbeeld voetbal. Ja. Daar kun je heel erg in meegaan. Daar kun je heel erg in bevestigen wat je ziet en wat er gebeurt. Het kan op een gemakkelijke manier de zaak verklaren die dan beter kunnen. Wat je ziet, wat je ziet. Ja. En ik denk dat dat jarenlang ook gedaan is. Ik denk dat jarenlang gewoon ook de omgevingsfactoren zijn als leidend gezien van het bestuur van HAC. Ik denk dat het jammer is. Ik denk dat je ook gewoon een beetje net als de mentaliteit die we zojuist ook bij Leon wonen, bij Helmond Sport. Van joh, die lullen maar goed zeggen. Gewoon... Maar wat doen jullie dan anders? Dat. Eigenlijk gewoon dat. Niet dus kan het benaderen. Zorgen dat je mensen er weer bij betrekt. Dat je openstaat voor andere meningen. Dat je gaat luisteren naar de behoeften van de individuele sporter. En dat gaat proberen te vereenzelvigen met het DNA van je club. He, dat is eigenlijk wat je moet doen. Ja. Dat zeg je trouwens ook in het blad. Hè. Je zegt ook van ja, het begeleiden van onze talenten. En ja. Iedereen heeft natuurlijk wel een talent. En zeker als je dus aan deze individuele, wat het vaak is, inderdaad sport doet. Dan is begeleiding daarin eigenlijk key. Heel erg belangrijk. Ja, het talent is er vaak al. Hè? Dus ja. Het talent zit in een atleet. Als ze wat jonger zijn, dan is dat nog een talent in spe. Moet je dat vooral ontwikkelen en coachen en begeleiden. En als ze later in de carrière zitten, kun je dat verder uitbouwen en ontwikkelen. Die fases, die zul je wel allemaal moeten doorlopen. Dus je kunt niet van de ene fase in één keer naar de andere gaan en denken dat je het dan bent. Dat gaat niet. Daar moet een heel stappenplan voor bedacht worden. Dat hebben jullie, een stappenplan. Daar zijn we dus nu gewoon heel goed. Bezig, hè? Dus het bestuur staat nu, het bestuur werkt, is ook echt heel goed op elkaar ingespeeld. En wat je dus nu ziet, is dat we daar de vruchten van afgelopen zijn. Maar dat gaat met stapjes. Hè? We hebben twee weken geleden nu de Nightclub voor de derde keer georganiseerd hier in Helmond. De eerste, daar zaten nog heel veel leermomenten in. Ja. Nu met de derde denk ik dat we gewoon een heel mooi evenement hebben neergezet. Wat heel mooi is voor de stad. Hebben jullie genoeg aanwas? Is dat genoeg, moet ik het zeggen? Wij hebben te veel aanwas. Dat meen je niet? Ja. Dus ja, jullie dat... moeten er van een heleboel atleten afvijden? Nee, we willen absoluut niet van atleten afvijden. Maar wat we wel zien is door kijken... Dat de organisatie het niet aan kan. Of de mensen onder druk staan. We moeten, dus als je kijkt naar ons vrijwilligersbestand, moeten wij wel ons vrijwilligersbestand constant gemotiveerd en uitgedaagd houden om dus bij de vereniging betrokken te blijven. Maar daarnaast moeten we ook groeien in het vrijwilligersbestand. Daar hebben we natuurlijk meer verenigingen. Het is al vrijwilligers, blijft een lastig ding. Het zijn de meest belangrijke mensen van je vereniging. Ze zijn de meest arbeidsintensieve. Hè? Je moet daar constant... En een kwetsbaar toch? En heel kwetsbaar, absoluut. Maar het is ook wel het mooiste om zijn. Dat is in ieder geval altijd mijn mening. Maar wat je dus wel ziet, is dat, dat fluctueert een beetje. Hè. En nu zie je dus gewoon dat atletiek heel hip en happening is. Daphne is natuurlijk... Scheelt dat nou zoveel? Ja, dat scheelt echt enorm veel. Want sommigen, we hebben het volgens mij ook gezien bij volleybal, noem maar op. Ja. Dan is het een hoze, maar... Ik heb ze ergens gelezen van dat het allemaal wel meeviel. Dat er heel veel van werd verwacht en dat het allemaal wel meeviel. Maar het ebt dus na in positieve zin. Nou, ik vind dat niet ebben. Ik vind dat wel iets meer dan ebben. Tsunami? Dat nog net niet, maar ja. Wij bemerken echt wel gewoon, eigenlijk in alle leeftijdscategorieën en in elke fase, merken wij dat er aanwas is in de vereniging.
Dat doen we dus voor een deel ook zelf. Hè. Dus we zijn veel meer ook in de regio bezig met het actief betrekken van atleten. Doe je dat samen met andere clubs in de regio, met andere atletieke clubs? Is die samenwerking er überhaupt? Er is vooral samenwerking eigenlijk zeg maar met de grotere regionale clubs. Hè. Dus dan moet je denken aan samenwerking op het gebied van wedstrijden, wedstrijdorganisatie. We doen veel met Eindhoven Atletiek samen, generaal Michaelis, maar ook een aantal andere clubs. Bijvoorbeeld Zomeren, waar we ook actief vrijwilligers mee uitwisselen. Dus daar waar het mogelijk is, doen we dat wel degelijk. Oké. Als je nu kijkt naar de regio, hè, want daar staat natuurlijk de ook voor, de regionale sport. Welke wens over de regionale atletiek sport, daar waar jij zegt, ja, deze wens heb ik als atletiek liefhebber, maar met name ook als voorzitter van een mooie grote club hier in Helmond. Ja. Nee, als je kijkt naar de historie van HAC, dan kent HAC natuurlijk een hele mooie, lange, kleurrijke clubhistorie. We hebben heel veel mooie landelijke wedstrijden kunnen organiseren. We hebben heel veel talenten in Europese kampioenschap, volgens mij. Clubkampioenschap lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Ja. Helaas is onze baan daar niet meer geschikt voor. Hè, dus dat is niet iets wat we niet willen. Maar de baan is daar niet geschikt voor. Voor Helmondse begrippen natuurlijk uitzonderlijke. Absoluut waar. Toch? Ja, de Braak is fantastisch. Maar het ligt en jullie liggen helemaal aan een stiphout. Ja, het ligt niet in stiphout. Nee, vergeet de helft van Helmond bij. Ja, weet je, ik denk dat wij als atletiekvereniging geen mooiere baan kunnen wensen als waar wij zitten. Leon, had het niet om het Helmondse Poststadion een mooie atletiekbaan kunnen Dat past er niet. Ja, dat past er niet. Nee. Heb ik begrepen, want er is wel naar gekeken natuurlijk. Maar, al gek op stokje, de accommodatie speelt jullie parten of zeg je van, nou nee, wacht even, daar komen wij bovenop, alleen het is dan een puntje van aan. Nou nee, de accommodatie speelt ons zeker niet parten. Ik denk dat de accommodatie zoals die er ligt en de plek waar die ligt in de entourage waar die in ligt, ik denk dat dat een combinatie is die je eigenlijk in heel Nederland niet kunt vinden. Nee. Daar hebben wij heel veel profijt van als vereniging. Wat je wel ziet is dat er in het verleden wat keuzes zijn gemaakt met de aanleg van de baan. Maar je dan op het moment dat je dus iets verder wil dan een Brabants kampioenschap of een Zuid-Nederlands kampioenschap. Dan kom je banen tekort. Dan komen wij en banen tekort en dan hebben wij een verkeerde ondergrond. Hè, dus dan is de baan te zacht. Een heel mooi voorbeeld is Amy Simons, hè, de wieler. Die natuurlijk in de regio goed bekend staat. Was prominent aanwezig op de curve. Prominent, ja. En ze is nog steeds actief hoor, zeer zeker. Maar Ede kan bijvoorbeeld op dit moment niet meer op onze baan trainen, omdat de baan te zacht is voor de wielersport. En dat zijn eigenlijk keuzes die gemaakt worden, waar je soms jezelf bij moet afvragen, zijn die verstandig geweest? Komen die de atletiek sport ten goede? Is daar met de nieuwe wethouder van sport over te praten, denk jij? Heb jij al een lijntje uitgelegd? De lijntjes worden nu gelegd. We hebben elkaar nog niet gesproken, maar ik ben zeer... De lijntjes bedoelen wij trouwens gewoon... De goede lijntjes, hè? De goede groene lijntjes. Daar hebben we dadelijk ook nog over stimuleren. Okay. Niet dat mensen aan verkeerde... Nee, maar ik denk, datgene wat ik van de nieuwe wethouder van sport weet, vind ik positief klinken. De betrokkenheid, de proactiviteit die hij uitstraalt. Ik denk dat we daar als vereniging zeer zeker iets mee kunnen. Maar ja, we moeten het wel doen. Hè. Dus ook bij, dat zeg ik ook altijd zelf. Op het moment dat je in het stiphout blijft en je blijft onzichtbaar, dan zal er niet veel gebeuren. Nee. Dus ik denk dat we daar zelf ook actief bij betrokken moeten zijn. Jij bent nu hoe lang al voorzitter van? Bijna een jaar. Bijna een jaar. Bijna een jaar. Dus in die zin ben je dan een klein beetje een broekje. Ik ben hartstikke een broekje. Goed. Ook nog eens een keer, niet gekozen ook niet. Hè. Ik ben voorzitter ad interim. Ja. Ik ben secretaris van de commissie. Er zijn er heel veel die ad interim beginnen en die vervolgens tot hun pensioen bijna toevoegen zijn. Maar, ja. Ik hoop in ieder geval dat jij een paar van die doelen die jullie jezelf hebben gesteld, hè, samen met jouw bestuur en alle medewerkers vrijwilligers. Dat jullie dat voor elkaar krijgen. Is er nog een puntje van aandacht dat je zegt, ja, dit ligt buiten onze macht, maar
hier moeten wij als atletiek in het algemeen of als atletiekclub rekening mee houden. Jij zei al hè, van de jeugd, de verbalisering, er is een, noem het een transitie, misschien is het niet eens zo, maar ik kan me niet bij voorstellen dat mensen dat denken. Zijn er aandachtspunten die jullie zeggen, ja, of hier hebben we misschien wel expertise voor nodig om daar eens een keer goed aan te kijken? Ja, die zijn er altijd. Hè. Ik denk dat elke club is in beweging en elke club wil ook vooruit en moet dienen met de randvoorwaarden waarom er gewerkt worden, zeg maar. In het geval van HAK denk ik dat het individualisme zowel een enorme trekkende kracht kan zijn voor de atletiek sport, maar ook een groot risico is voor de atletiek sport. Omdat je, ja, atletiek is een redelijk individualistische sport, maar juist in die individualistische sport moet je zorgen voor verbindenis. En dat lijkt een paradigma, dat lijkt iets wat niet kan. We merken dat in de praktijk af en toe ook gewoon heel lastig is, maar je moet juist proberen om op zoek te gaan naar die verbindende factor die de mensen samen brengt en ervoor zorgen dat je een mooie vereniging bent. En zonder het individualistische van de sport, zonder daar afbreuk aan te doen zeggen. En dat is lastig. HAK is een, jij zei al terecht, een vereniging met een hele grote mooie historie. Welke historie zou jij nu als voorzitter, welk historisch moment zou jij als voorzitter van HAK willen schrijven? Wat zou nu zijn, als ik dat nou, daag je een beetje uit? Ja, dan daag je me wel uit inderdaad. Maar je maakt het erom, hè? Ja, nou, dat mag zeker. Ik denk dat er eigenlijk een paar dingen zijn. Ik denk dat het, wat ik heel belangrijk vind als vereniging, dat wij een groot mooi loop-evenement in onze mooie stad nog verder tot bloei kunnen laten brengen als de Nuitrun nu al is. We hebben afgelopen jaar bijna 1100 deelnemers gehad aan de Nuitrun. Als ik kijk naar de marathons in de mooie steden om ons heen, dan denk ik dat zoiets in Helmond ook mogelijk zou moeten kunnen zijn. Beeland Marathon? Dromen mag, hè. Dat is, we zijn er nog ver vandaan, maar ik denk dat het zeer zeker, als ik gewoon zie hoe de vrijwilligers zich hebben ingezet in de afgelopen periode, de samenwerking die we hebben mogen ervaren met de verschillende verenigingen en ondernemers hier in de regio, dat stemt mij heel positief voor de toekomst. Maar daarnaast zou ik toch ook wel heel graag weer een echt mooi landelijk toernooi richting Helmond. Niet alle dromen zijn het wacht. Nee toch? Nee, we beginnen met het Brabantse kampioenschap over een paar weken. Hartstikke mooi. Waar we ook heel trots op zijn. Zijn we allemaal uitgenodigd? Iedereen is uitgenodigd. Een mooi stip aan. Oké. Okay. Hartelijk dank. Veel succes. Jo, je bent natuurlijk een bekende Nederlander. Hè? Dat is niet onbelangrijk denk ik op het moment dat je voor een, welke groep dan ook, maar voor een team voetbal moet gaan staan. Ik val meteen met de deur in huis. Hoe belangrijk is het om Jan Boofje als trainer te hebben? In wat is het, hoofdklasse? Toch? Hoofdklasse, ja. Hoe belangrijk is dat? Denk jij zelf? Je praat wel over jezelf. Maar... Ja, nou, hoe belangrijk is het? Ik merk alleen maar dat heel veel spelers naar het horen komen. Dat ik heel veel gesprekken heb met spelers. Ik ben er absoluut zelf niet mee bezig, want ik vind. Wat er komt in nu nog wat te zitten, ben ik er vrij mee in de hard mee werken. Alleen, het heeft mij verbaasd dat zoveel spelers daar willen komen. En of de verhalen weet wat die gebracht worden. Misschien is ze daarvoor komen, weet wel. En ze denken dat het een stuk gezelliger wordt natuurlijk. En al die dingen. Dus ja, goed. Maar goed, dat is leuk. En ja, voor mij is het een normaal iets. En, ik zat er midden tussen en ik vind het leuk om te doen en leuk weer om voet op Nederlandse bodem te zetten. Ik ben een poosje weg geweest en ja, ik verlang er eigenlijk wel weer naar. Daar kom ik dadelijk even zo terug. Hoe vaak heb jij oude koeien uit jouw voetbalverleden uit de sloot moeten trekken om mensen jouw verhaal te vertellen? En dat is volgens mij gebeurt het bijna elke week. Dat idee heb ik. Was je dat niet een klein beetje beu, Jan? Nee, het is maar net in welk context het is. Het gebeurt automatisch. Je komt heel veel mensen tegen.
ik ben wel onderweg, dus ik kom ook heel veel mensen tegen. Dus elke keer is dan weer iets wat je moet vertellen of vragen ze ergens aan. Maar tot nu toe heb ik dat absoluut niet vervelend. Als jou gevraagd wordt om zo'n oude koe uit de sloot te trekken, welke twee of drie koeien trek je dan altijd uit dezelfde sloot? Nou, meestal gaat het dan over natuurlijk het Nederlands elftal. Over de goede periode van PSV, hoe gezellig het was, hoe leuk het was. En daar gaat het dan meestal over dat voetbal veranderd is, dat de omgevingen rondom het voetbal veranderd zijn. En daar moet je wel heel vaak in optreden. Neem je dat mee? Want uiteraard, bedoel, die verhalen die zijn in het boek ook geschreven. Bedoel, we kunnen het op Wikipedia, ik heb hier volgens mij een heel boekje van jou volstaan. Dat is voor mensen leuk leesvoer. Maar hoe belangrijk is het voor jou als trainer om met jouw naam, met jouw verhaal, om dan naar het buitenland te gaan? Want ik bedoel, dat ondersteunt je natuurlijk wel. Het maakt de man die je bent, het maakt de voetbaltrainer die je bent. Heb je daar überhaupt iets aan in het buitenland? Behalve dan dat je als naam binnenkomt? Nee, ja, goed, kijk. Je hebt daar helemaal niks aan natuurlijk, hè. Want je moet gewoon presteren. Alles gaat om presteren. Alleen, ik heb al meegemaakt, ook in het buitenland heb ik mooie tijden gekend. Heel veel kennis op gedaan, dus wat dat betreft. Maar heb je dan over, als je zegt van hey, ik heb kennis op gedaan, heb je dan met name op bijvoorbeeld cultuur of voetbalgebied? Op alles. Kijk, op een gegeven moment word je wel rijker als mens, hè. Niet, op voetbalgebied naar ervaring. Niet, wij zijn de beste hier. Nee, wij zijn natuurlijk niet. Wij waren de beste. Of we waren dichtbij de beste. En nu zijn we absoluut weer aan het opkrabbelen misschien. Maar we horen lang niet meer bij de beste. We lopen achter. Ik ben altijd bezig geweest zelf om vooruit te lopen. Dat heb ik ook altijd geprobeerd. In heel veel gevallen is dat gelukt. Niet in alle gevallen. Onderwijs hebben we wel eens wat foutjes gemaakt. Gelukkig. Ja. ook dat steekje. Dan ga je naar het buitenland, daar zijn verwachtingen. Heb jij die verwachtingen voor jou kunnen inlossen? Van wat jij ervan verwachtte? Niet overal. Ik heb natuurlijk een mooie klus gehad in Southampton. Dat heeft dan drie jaar. Hele mooie club waar Poelman natuurlijk. Hè? Hele mooie club. En eigenlijk stond ik aan de vooravond van een nieuwe groep, zeg maar, van een jonge groep. En ze speelden championship. Wij speelden heel veel talentvolle spelers in. Alle oude spelers moesten eruit, want de club was eigenlijk failliet. Dus ik moest met een tweede elftal beginnen. Nou ja, goed, ze speelden toch. Er zijn toch mensen gedebuteerd als Lallana en Schneiderlin. Ja. En ik kan er nog wel een paar noemen. Nathan Dyer die bij Swansea speelt en Leicester gespeeld heeft. En de Schumann die nou bij Kijker Bornemann speelt. Packard heeft nog bij Nuremberg gespeeld. Waar allemaal jongens rond de 17. Snijder nummer 17, Lallana was 19. En die andere jongens zaten allemaal rond die leeftijd. Nou, dan moet je nagaan, dan speel je de championship. En dan wil je, want er werd mij gevraagd om dus totaal voetbal te spelen. Wil je Nederlands voetbal spelen? Echt waar? Ja. Echt waar, ja. Totaal voetbal. Ze wisten waar ze zo over hadden. Ze komen weer met het oude beeld terug. Nu Nederland staat bekend onder totaal voetbal. Ja, ja. 78. Dus dat is waar we uiteindelijk op meenemen natuurlijk. Dat is wat ze wouden zien. Ja. Nou, dat deden we ook natuurlijk. Alleen je moet even nagaan wat jongens van 18, 19, 20. Ja, dan gaat dat niet altijd goed. Ja. En vanuit dat, die hebben een team gezocht. De meeste waren vast. En eigenlijk speelden we 54 keuze. En we hadden 28 man bij elkaar. We zijn met de competitie begonnen. Uiteindelijk komen we nog in de eindronde. Maar die hebben we helaas. Niet hadden de hoogste. Nee, derde niveau. Derde niveau. Dus dat ging over de eindronde om in het tweede niveau te komen. Of in de... Ja. Dus niet gehaald. Helaas hebben ze het nog niet gehaald. Dus ze zijn al 3 jaar bezig, maar nog steeds niet. Het is ook niet makkelijk. Want China is geen land. Waar je dit zomaar doet en ze gaan voetballen. Ik moet zeggen dat ze enorm voetenwerk hebben. Zetten creatief in. Alleen ze komen natuurlijk het inzicht tekort. Dus echt het spelinzicht komen ze tekort.
En het is raar, ze zijn lui. Ze leren niet graag, ze weten het zelf beter, zelfs op jonge gasten. Dus, maar het was op zich geworden. Nu zeg jij, dat neem je dus ook mee, hè? Dit commentaar van jou is natuurlijk ook een klein beetje wat je mee terugneemt vanuit zo'n cultuur, voetbalcultuur, waar ik genomen. Jij zegt maar, ik ben blij dat ik niet weer in Nederland aan de slag kan. Ja, tuurlijk. Kijk, mijn hele leven uit het voetbal staan. Nee, maar waarom ben je dan blij dat je weer naar Nederland komt? Waarom niet naar een ander land? Omdat ik van voetbal hou en omdat mijn kleine hier zit, die ik graag zie. En die ik eigenlijk graag bij zijn wedstrijden zie natuurlijk. En daardoor ben ik eigenlijk ook teruggekomen natuurlijk uit China. Want de keer dat ik thuis was, dat was een week, twee weken. En dan was het huilen op het place als ik weer wegging. Including myself, want ik bracht hem een keer naar school en hij barstte in huilen uit. En ik zat er ook met tranen in mijn ogen daar, omdat ik naar de trein moest, naar vliegveld moest. Ja, ik grapje zo een keer achter. Dus dan zei hij van elke keer zei hij tegen mijn papa, jij gaat niet meer, je mag niet meer, ik wil dat je thuis gaat. Dus op een gegeven moment komt die dingen en zei, nou oké, nu kan het niet. En ga je nu? Ja. Of all places? hoe is dat gekomen? Ja, goed, ik heb er gezeten natuurlijk. Ik heb er twee jaar gezeten en het was leuk en het was goed. En, de contacten waren steeds warm. De contacten waren nog steeds. Waren ze al een paar keer geweest. Ik heb een keer voor Goes gekozen omdat ik toevallig al in Zeeland bij de 170 of 115 van JVZ werkte. Dus ik heb het niet gedaan. Dus nu kwamen ze weer. Ik heb het nu wel gedaan, want ik wil nu in Eindhoven blijven. Dus of ik met een vrachtschip voorbij kan, maar dat geloof ik niet. Een vrachtschip in Nuenen? Ja, een vrachtschip met Ranier Nuenen, denk je. En dus maar. Dus ik heb ervoor gekozen en dan is nu is dan zeer welkom. Dus ik kan, ik ga met jeugd trainen, ik ga nu naar trainen, ik ga voetbalscholen doen en ik ben een volop aan het werken. Hoe is jouw relatie met Helmersbroek? Want er zit natuurlijk in de regio. Als BVO. Is altijd goed geweest natuurlijk. Ik heb er een leuk jaar gehad. We zijn een beetje op een jammerlijke manier uit elkaar gegaan natuurlijk. En dat is jammer omdat ik nog een jaar natuurlijk eigenlijk had. En Southampton voorbij kwam. En ja, goed, ik met mijn paspoort volgestand. Denk, dit is het natuurlijk. Ja. Ja, dat was je op dat moment. Ja, dit is het. Hij zit een jaar of twee jaar later. Maar ik vind dat je nooit terug moet kijken van. Of het wel of niet goed weet, wel. Op dat moment was het gewoon een hele mooie stad. Ja. Een mooie club. Engeland, wie wil daar niet naartoe? Championship. Met alle dromen die je zelf ook hebt om. En dat je daar kan gaan maken. Nou, dus daarom heb ik dat gedaan. Maar altijd goede contact onderhouden met iedereen die er zat. Nog steeds, dus als ik ze tegenkom. Mooie club. Dus ik hoop ook dat het. Eindelijk weer een keertje de goede kant op gaat. Sportief dan gezegd. En jij bent nu, Jan, wat is de ambitie van nu? Wat is de ambitie van Jan Boffi? Met nu? De ambitie van nu is eigenlijk nog niet eens zo ambitieus. Nu vindt het goed waar ze staan, of was. Dat meen je niet? Ja, serieus. En nou ja, goed, kijk. Hoe kan dat nou? Ja. Hoe kun je nou tevreden zijn? De rest is veel te duur, zo zijn we in Nederland. Hè? Okay. Dus dan moeten we naar een hogere klas. Dus eigenlijk zeg je, dit is best realistisch. Op zich, maar kijk, ik vind niet dat je het zo moet kijken. Kijk, wat is realistisch? Je kan toch met dezelfde middelen gewoon hoger ook. Eens? Bedoel, waarom zouden wij niet in de derde divisie kunnen spelen met dezelfde middelen? Ik bedoel, als jij zegt, we geven geen geld, we betalen niet, maakt het er ook niet uit. En alleen, je hebt misschien een paar verdere reizen, maar volgens mij moeten we nou ook naar Zeeland een paar keer. Dus ja. Dat is veel verschil, maar volgens mij. Zeeland moet je niet weer zijn, Jan. Oh, dat is wel leuk om naartoe te gaan. Iets anders, dat wil ik graag mee afsluiten, want we kunnen het ook niet te laat maken. En ik kan het toch niet laten. Jij hebt die ervaring, jij bent een van die mensen die gezegend is geweest om in de gouden generatie, hè, om daarin op te groeien in jouw voetbaljaren. Jij zegt nu, en ik denk dat je gelijk hebt, maar goed, dat wil ik aan je vragen. We zijn weer op de weg terug als we het hebben over het Nederlands team, over het Nederlands voetbal. Je had het net over totaalvoetbal, waar iedereen destijds al een mond voor had, in Southampton zelfs. Volgens mij is dat echt verleden tijd. Nee, tuurlijk is dat zo. Maar we moeten de knop omdraaien.
En de knop omdraaien is weer, waar is voetbal in Nederland met de grond? Dus de knop omdraaien is eigen initiatief. De knop omdraaien is voorwaarts durven spelen. Overlappen. Kijk of je counter of aanvalt, dat maakt niet uit. Maar weer dat zelf stappen en niet 360 keer naar de keeper terug spelen. Nee, want elke ploeg doet het, hè? Kijk, bepaalde ploegen, Ajax deed het met Van Gaal, dat bracht succes. Maar iedereen gaat na, verkeerd, niet doen. Iedereen moet als trainer, heeft een eigen identiteit, die moet je gebruiken. Dus voetbal was leuk, omdat iedereen verschillend durft te spelen. Of het nou een keer de lange bal is, of de dingen. Liverpool speelt ook op een heel andere manier dan Barcelona of City. Maar het kan ook tot succes leiden. Maar het gaat erom dat het weer met hartstocht gevoetbald wordt. Hier zie ik mensen het veld op gaan en het lijkt net een robot. Met hier bedoel jij dan in de nationale Eredivisie? Nou goed, er zijn uitzonderingen. Maar er is natuurlijk in die tijd veel veranderd, Jan. De Nederlandse competitie is niet meer wat toen was. Laten we heel eerlijk zijn. Het is een drama. Nee, maar goed. Mij gaat het om. Er zijn uitzonderingen. Kijk, we moeten weer dat veld op. Met de eigen identiteit. PSV is kampioen worden. Ze zijn er blij mee. En dat mogen ze ook zijn. Maar ik kijk naar voetbal. En dan vind ik van een topclub mag je best iets meer verwachten als je tegen Sparta. Nakspel. Kijk, ze hebben één topwedstrijd gespeeld, was tegen Ajax. Maar toen zijn ze door iedereen uitgedaagd. Ja. Dus door iedereen uitgedaagd. En daar hebben ze ook geweldig op gereageerd, maar dat heeft Ajax zelf verzonnen. Die waren ook zo stom. Om PSV uit te dagen dat ze hier gingen winnen. En dat PSV hier een kampioen werd. Nou, 3-0. De beste wedstrijd die ze gespeeld hebben. Maar voetbal is voor de mensen. En de voetballers, die moeten zich kunnen uiten. En ik zie daar geen vreugde op je gezicht, ik zie geen plezier. Als ik naar City kijk of naar Liverpool kijk, dan zie ik de mensen genieten. Maar ook die 60.000, die 70.000 die aan de kant zitten genieten. Ajax wel vorig jaar, de Euroleague finale. Ik ben geen Ajax-sporter. Ik ben naar Ajax willen kijken voorheen, Champions League. En het enige wat ik hoorde, dat boven me was vak 14. Ja. Dat hoorde ik af en toe een keer van zingen. Ik zit daar vorig jaar. En dat hele stadion zit te springen en is rep en roer. Waar komt dat? Door hetgeen wat ze daar doen, de beleving die spelers tonen, de beleving gaat over naar de mensen en de mensen gaan uit hun dak. Ik ga op PSV zitten, ik ga overal zitten en ik ga naar mijn telefoon kijken. Dat kan niet. Voetbal is daar. Dus ik moet niet op mijn telefoon kijken. Ik moet geboeid zijn daar. En als je dat vertaalt, Jan, naar een Nederlands team. Ik bedoel, de gouden jaren, die waren absoluut, die kunnen natuurlijk ook wel terugkomen. Maar de tekenen, de signalen zijn er. En dan ben ik een hoopvol voetballer. Ja, maar dat mag je. Want die zijn er ook. Ik bedoel, de onder 17, kijk, het gaat niet om, die zijn er ook. Maar laat ze los. Voetballers zijn geen robots. Voetballers zijn die moeten uitvoeren. Initiatief komt van de voetballers af. De trainer zet ze neer met een bepaalde organisatie. En dan moet het initiatief daar eens komen. Dat kan je als trainer niet geven. Kun jij dat al op het niveau van nu? Dat kan je wel op het niveau. Okay. Dat moet je ook op elk niveau kan dan. En dat gaan we gewoon proberen. Want ik zal eerlijk vertellen, ik ben trainer. En als ik naar de wedstrijd zit te kijken, dan ben ik eigenlijk ook supporter. Dus als dat zo gaat als wat ik net schilder, wat zoals het heel vaak verhaal is, dan zit ik de bal op de bank. Want daar kan ik niet van genieten. Ik moet kunnen genieten dat die gasten die spelen nu niet. Eén keer in de week, twee keer drie kwartier. Daar train je twee of drie keer voor. Uit je dak gaan. En dat moet veel meer terugkomen. En dat je, als wij voetballen, dan waren wij de zaterdagavond klaar. Dan zaten wij onder een biertje. Dan zaten wij te praten over de volgende wedstrijd. En daar gaat het om. Nu moet je beetje niet eens eventjes spelen vaak de volgende week. En dat is wat weer terug moet komen. En dan komt het ook goed met Nederland. Als laatste, toch nog aan jou vragen. Dat komt natuurlijk weer aan. Wat zijn jouw favorieten en wat verwacht je van dit weer? Mijn favoriet is Brazilië, denk ik. Mijn hoop is Messi. Dus mijn hoop is Messi. Ik verwacht. Jij bedoelt een prominente rol die eigenlijk geen enkel WK heeft kunnen spelen, dat is het nu wel. Goed, kijk, hij moet een keer gebeuren. Ja. Dus met de kwaliteiten die hij heeft, mag het een keer gebeuren. Ik weet niet of het elftal er rijp voor is. Hmm. En Brazilië lijkt mij. Maar goed, je hebt natuurlijk Duitsland, je hebt Spanje. Je zult er heus nog hebben, er wel een paar meer natuurlijk. Oh, maar, nee.
Waarom niet? Die gaan zichzelf in de weg zitten. Ze hebben de meeste kwaliteit of een huis. Heeft die les niet ondertussen geleerd, Jan? Nee. Op twee grote toernooien? Nee, ik denk niet. Nee? Nee. Zijn het te veel ego's, toch? Misschien? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze hebben te veel goede spelers misschien. En daardoor dat het weer moeilijk wordt. Te veel plaatsen die dubbel bezet zijn. Waardoor het weer moeilijk wordt. Kijk, dan moet je dus een trainer hebben die perfect boven staat. En die zijn er niet heel veel. Dus maar. Ik denk zelf, als ik in de voorbereiding heb zien spelen, Brazilië is een van de landen. En Spanje doet natuurlijk altijd mee. En Duitsland doet sowieso altijd mee in die dingen natuurlijk. Dus ja. Jan, jij bent niet de laatste kandidaat, maar wel de ene laatste kandidaat. En ik moet jou enorm feliciteren met jouw geweldige passie die je hebt voor het voetbal in het algemeen, maar ook volgens mij als trainer. Ben jij, ik wil toch een vraag stellen, maar ben jij met al jouw passie, met jouw liefde voor het voetbal, niet vaak teleurgesteld in daadwerkelijk wat je om je heen ziet en wat je daadwerkelijk ook als trainer met je eigen jongens meemaakt? Natuurlijk is dat zo. Alleen, kijk, misschien leg je zelf de lat hoog, hè, of te hoog. En dan zit je zelf met een klote weekend. De klote weekend, dan zit je te verbijten. Dat blijft een minimale nachtje hangen. Daarom droom ik ook wel eens wat. Ja. Dus het bleef met is dat zo? Ja, maar goed, het is zelf, als ik won, dan was ik blij. Pak ik een biertje. Als ik verloor, dan was ik zo in de dingen dat ik het ook deed. Dus. Dat is altijd een goede reden om bies te bakken. Terwijl je, nou ja, goed, later ga je dat ook. Bij ja. Dus. Maar terwijl je weet dat die spelers niet allemaal daarmee zitten. Hm. Dus ik ga vaak kijken naar die kleine spelers van PSV en dan ga ik kijken en dat vind ik mooi. En verlies eens een keer met, volgens mij was het in de week een wedstrijd Feyenoord, het was 10. Nou, dat was een heel stukje bij elkaar. Klinkt bekend, Tino. Ja, dat was de vorige keer. Hè. Maar dan zeg je de volgende dag tegen die spelers die je dan meegedaan hebt. Ik zeg, ben je er al overheen, makker? Mikey. En zoveel was. Over was je het niet. Dus. Ja, dus klaar. Wel mooi. Okay. Jan, heel veel succes bij Nuenen. Ik hoop dat je nog een keer langskomt. En ja, ik kan niet anders zeggen dat ik geniet als ik jou zo bezig zie. En zo zou ik elke trainer moeten zijn. Hartelijk dank. Dankjewel. Dan ja, we hebben met elkaar afgesproken dat we wat recht moeten gaan zetten. Kom ik daar wel op terug. Onder andere jouw verhaal staat in de tribune. Ik wil aan jou vragen, dat heb ik al een paar keer aangehaald, ook met Edwin. Kun jij een verschil aangeven als ik het heb over doping of ik heb het over anabole steroïden? Kun jij daar een verschil aan brengen of is het één onderdeel van het ander? Anabole steroïden is doping. Als we kijken naar doping heb je eigenlijk drie criteria waarvan minstens twee voldoen. Dus het moet iets doen met de prestatie, moet de prestatie bevorderen. Daarnaast moet het schadelijk zijn voor de gezondheid en het moet in strijd zijn met de sportethiek. Voldoet het aan twee criteria, Okay. Dan hebben we het over doping. Anabole steroïden voldoen aan alle drie criteria. Als ik het dan analyseer met hetgeen wat jij zegt, van het valt onder doping, maar dan moet het schadelijk zijn voor de gezondheid. Nou, niet per se. Als het de prestatie bevordert en het is een strijd met de sportethiek, dan valt het ook onder doping. Oké, maar dan trek je het inderdaad dusdanig breed en je zegt van ja, want die ethiek die maken wij zelf. Dat bepalen we in principe zelf, toch? Ja. He? Het kan wel, het kan niet. Edwin heeft zich hier perfect aan zijn eigen ethiek gehouden en daar is hij ook voor te geloven. Heel veel anderen hebben het niet gedaan. En die ethiek bestond niet eens. Hè? Nee. Bij hen wel, maar bij het merendeel niet. Dus, als we het dan hebben over anabole steroïden, een stimulerend middel met name om spiergroei te bevorderen, zeg ik het zo? Maar je hebt eigenlijk een beetje een onderscheid, want onder doping vallen bijvoorbeeld ook de stimulerende middelen. En dat zijn eerder de middelen die worden gebruikt om het energieverbruik van je lichaam te leggen. Sneller herstel, hogere prestaties. Ja, en de eetlust is minder, dus echt eerder om vetten verliezen. En anabole steroïden zijn echt middelen die afgeleid zijn van mannelijke geslachtshormoon, testosteron. En die worden echt gebruikt om de spiermassa te vergroten. Even voor duidelijkheid,
zowel mannen als vrouwen gebruikt. Ja, wordt beide gebruikt. Anabole steroïden. Waar ik dan aan denk, wat ook hier in ons blad natuurlijk staat, is opgepompte lichamen die voor mij nog het aanzien niet waard. Ja, ik kan er heel moeilijk naar kijken, maar ik vraag me dan af, is het per definitie dan te wijten aan anabole steroïden als ik opgepompte lichamen heb? Of zeg je nou, het kan ook op een natuurlijke weg, alleen wij, onze ethiek zegt, zoals bij Vroom op dit moment, van dat klopt iets niet. En dat hoeft helemaal niet waar te zijn, maar we hebben het gevoel dat het niet klopt. Okay. Hoe kijk jij er tegenaan? Op het moment dat iemand dus anabole steroïden gebruikt op je spiermassa, dan groter dan klopt er in. Maar je weet het niet, hè? Je weet het niet. Ik zie iets en ik constateer en ik word geconfronteerd met mijn eigen norm. Ja. En dan denk ik, iets klopt er niet. Ja, dat is dan een vermoeden en je kunt het nooit precies zien. Het is best wel moeilijk te zien. Je hebt wel ooit dat het heel extreem is, hè, dan je echt wel vermoeden hebt van dat je zo wel anabole gebruikt hebben. Maar ook mensen die zonder anabole steroïden sporten kunnen echt wel spiermassa bereiken. Dus echt met een goed trainingsschema, goede voeding kun je echt wel heel veel bereiken. Dus het ligt meer aan mij dat ik er zo tegenaan kijk dan dat ik daadwerkelijk met een bepaald feit word geconfronteerd. Want dat weet ik niet. Het kan. Het kan. Ja. In hoeverre word jij in jouw organisatie geconfronteerd met anabole steroïden? Binnen over de kentrom valt het mee, maar als preventiewerker werk ik natuurlijk ook veel buiten de organisatie. En daar zie ik wel dat anabole steroïden eigenlijk steeds meer onder de aandacht komen en ook steeds weer toch wel meldingen krijgen van gebruik, van gebruiksvoorwerpen. Dus in die zin worden we daar wel vaker mee geconfronteerd de laatste tijd. Maar we hebben het over bij jullie organisatie over met name verslavingszorg. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat ik stimulerende middelen in die zin zijn anabole steroïden wil gebruiken vanwege mijn lichaam, maar ik kan het daar verslaafd maken. Dat is een heel lastige kwestie eigenlijk. Want als we kijken naar verslaving, betekent echt dat je niet meer zonder een middel kan. En op dit moment staat een anabole verslaving niet in de DSM. Dat is het handboek voor psychische stoornissen. Maar wat we wel zien is dat sommige gebruikers toch wel heel moeilijk kunnen stoppen. En ondanks medische noodzaak toch door blijven gaan. En dan zie je eigenlijk dat ze een beetje bang zijn om hun spiermassa weer te verliezen. En je ziet er eigenlijk na afloop van zo'n kuur dat je dan ook echt wel last hebt van algehele malaise. Dat je echt wel een behoorlijke dip terechtkomt omdat je hormoonhuishouding heel verstoord is. En daarnaast is het natuurlijk, ze streven naar ideaalbeeld. En dat ideaalbeeld dat blijft niet staan, maar dat verschuift eigenlijk steeds verder. Dus in die zin zie je wel kenmerken die je ook terug ziet bij verslaving. Op dit moment wordt het niet als een verslaving erkend. Dat wil dus zeggen dat op het moment dat iemand verslaafd is aan anabole steroïden, eigenlijk geholpen zou moeten worden, formeel niet bij jullie terecht dan? Nee, het is niet erkend als verslavingsstoornis, dus op dat moment kunnen we dat niet behandelen. Dat is even ook wat in onze blad-tribune staat, dat er tussen de regels doorgelezen zou kunnen worden dat jouw organisatie wel aan deze verslavingszorg zou kunnen verlenen, maar dat is dus niet zo. Nee. Ja, dat zijn cijfers zijn een beetje een eigen leven gaan leiden en dat zijn echt cijfers van meldingen van anabole gebruik en gebruiksvoorwerpen. Maar op dit moment hebben we geen jongeren in behandeling voor een anabole verslaving. Het kan wel ooit zijn dat ze voor een ander middel in behandeling wel zijn en dat ze daarnaast ook anabole gebruiken. Dus dat zien we wel, maar niet specifiek voor die anabole. Want even voor duidelijkheid, anabole steroïden zijn verboden. Ja, het staat op de opiumwet, dus handel is verboden, ja. Gebruik wordt wel gedoogd. Oké, ja. Dus het is in principe strafbaar, maar er wordt niet vervolgd. Moet het zo? Ja, het staat op de dopinglijst, het is inderdaad handel is strafbaar, eigen gebruik wordt gedoogd. Ja.